afgelopen anderhalf jaar zonder vast adres gezeten. Waar liep je tegenaan? Ja, na 2,5 jaar terug, toen ging mijn relatie uit en ik woonde samen. En toen had ik opeens geen woning meer. En ik had op dat moment 9 jaar wachttijd voor een sociale huurwoning. Ik had een baan, een stabiel inkomen, een breed netwerk. Maar er waren geen betaalbare woningen. En dus, waar heb je verbleven de afgelopen anderhalf jaar? Nee, ik zit nu al een jaar in een woongroep. Maar ja, ik heb toen anderhalf jaar verschillende logeeradressen. Van familie tot vrienden tot in het gastenverblijf van mijn toenmalige werkgever. Meerdere anti-kraakwoningen. Dus dan moet je elke keer een hele woning opknappen. En dan sta je na een paar maanden weer op straat. Dan weer intrekken bij vrienden. Weer een anti-kraakwoning. Je bent eigenlijk gewoon een zwerver. Continu met je tasje weer ga je naar het volgende adres. Ja, ja, en dan moet je wel weer om 9 uur fris op je werk zijn ook. Ja, ja. En je zei net al, nu woon je in een woongroep. Hoe ziet dat eruit? Ja, nou ja, in mijn zoektocht kwam ik erachter dat eigenlijk een van de weinige betaalbare opties met enige contractzekerheid, zonder tijdelijke contracten, was een woongroep. En na anderhalf jaar hospiteren heb ik een plekje gekregen. En dat plekje is een eigen ruimte van 24 vierkante meter. En dan deel ik voorzieningen met anderen. Dus geen eigen toilet en badkamer, geen eigen keuken? Nee, nee, en voor nu zit ik denk ik beter dan vele anderen die niet kunnen rondkomen of helemaal geen plek hebben. Je zegt, zit ik nu goed? Je bent 33, je hebt een goed inkomen. Dit is niet wat jij wil. Want je woont als een student eigenlijk. Ik vind het op zich prima om dingen te delen, maar dit biedt geen vooruitzicht om vervolgstappen te zetten. Nee, ik kan hier niet op den duur samenwonen of een gezin stichten. En betaalbare opties daarvoor ontbreken ook.